die Skanderbeg. Dat is echt een held. Maar Sjen, er is zelfs een film om maken. Ja, Bouke, ik wilde geen wedstrijd van mij zien, maar wij hebben van nou Joet. Ik zie je namelijk op de première van de film Grutterpier. En ik wil net fangirlen, dus doe mij eens het eerst. Vertel me wat, Oedi. Albanese. Volksheld. Ja, die Skanderbeg, hè, die leefde ongeveer 600 jaar lang. En wat maakt hem nou zo populair? Hier weer een sterk krijgsman en die vocht tegen de Turken, de Ottomanen, zo heten ze doet hij iets. En de Ottomanen die kwamen derwijs zo naar Europa ta, om het te veroveren. En Albanië is maar een lits land. En toch wist Albanië onder leiding van Skanderbeg staan te houden. Ze konden onafhankelijk blijven. Dat maakt hem toch echt een wiere volksheld. En sis nou zelfs. Kan Grutterpier daar nou nog zien op? Milan, wij denken natuurlijk dat Grutterpier beter is, maar doos spelen ze. Kun je wat meer over Grutterpier vertellen? Ja, Grutterpier is oorspronkelijk een boer en had een prachtige vrouw, kids, was gewoon een heel simpel leven. In Friesland natuurlijk. Op een gegeven moment komen de Hollanders steeds dichterbij, die willen Friesland hebben. Gewoon extra land. Op een gegeven moment pakken de Hollanders zijn boerderij af, en, of tenminste die steekt ze in de brand en doen ze vrouw en zijn kinderen wat aan. Ja, en uit wraak had Grutterpier een leger opstart in Arem. En dat leger dat bestond uit Jerme boeren. En zij had er Hollandse schepen en botenkaart. In zijn Grutse veldslag had er wel 28 schepenkaart. Ja, op meerdere manieren is Skanderbeg Joertedij nog zichtbaar in de Albanese maatschappij. Ik jou hier maar eens wat voorbeelden. Sterke drank. In Albanië hebben we al hier verschillende bankbiljetten. 200 lek, 400 lek, 1000 lek, 5000 lek. Is het al op het belangrijkste biljet, het van 5000? Daarop zit Skanderbeg. Ja, Bouke, superleuk, hè? Heel biljetten, maar wij hebben hier echte Grutterpier-siers. Grutterpier-bier. Box daar maar eens op. Ja, ik moet zeggen, dat is echt wel heel cool. Maar Skanderbeg, daar is nog volle meer van te zien. Net alleen een gild en een fles cognac die naar hem naam is. Maar er is ook nog een kasteel. Of wat is nou, Sjen? Ik kom op het grootste plein van het land nou. Dit noemen ze het Skanderbegplein. Hier midden op het Skanderbegplein een groot beeld van onze held, Skanderbeg. Het bekende Grutterpierstandbeeld hier in Kimsert. Leuk feitje, hij zei vroeger altijd: Oeterbree of Greenetsiers, waar dat net is ik in, is Ginnebrug de Vries. En dat zeiden ze zodat hij wist waar je in Fries wie of net. Of we leven mocht, of neer moest. Oké, Bouke. Ik jou taan. Beide helden gaan protten, betjutten voor der omjouwing. En dan doggen ze misschien nog steeds vol. Ze hebben beide echt volle impact hoor. Maar welk verhaal vies toonhoort op? Dat van Skanderbeg of van Grutterpier? Drop het in de comments.